Monica. Nee, niet zo. Hey, jij daar. Mijn naam is Tom. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op Teen Mac. Vandaag ben ik met hele speciale gasten. En we houden ons uiteraard netjes aan de 1,5 meter regel. En ik wil je introduceren. Nee, ik ga eerst zo wat gaan doen. Hey, jij daar. Mijn naam is Tom. 1,5 meter! Ik kon het mezelf vast aan, want het duurt een beetje lang allemaal. Mijn naam is Sophie Mielsen en ik maak YouTube-filmpjes. Zara, kom maar in beeld! Hallo, ik ben Zara en ik maak TikToks. En dit is Kortom en hij maakt clips. Sinds kort maak ik clips. En we gaan vandaag een dansje maken op de clip van Kian en ik. We kunnen snel gaan, kijk als nu op trending staan. Meer lijkt dan Anna van Daarom heb ik uitgenodigd. Sophie Mielsen. Professioneel danser en Instagrammer. Dat is wel een beetje... Waar? Gewoon voor de lol. En Zara. Zij beweegt gewoon in TikTok, hè. Zij doet... Hi. Hi. Wij gaan een TikTok dansje maken op ons nummer snel gaan. En ik ga prijzen weggeven aan mensen die de TikTok dansje op TikTok doen en mij daarin taggen. Ik geef 2 JBL speakers weg aan degene van jullie die de dansje gaan doen op TikTok. Maken wij dan ook kans? Mogen wij ook meedoen met de wedstrijd? Nee, wij gaan naar buiten. Wie van jullie wel als eerste door de deur? Ja hoor, dat zijn ze op veilige afstand. Hoi, we zijn buiten en ik kan niet dansen. Zeg maar, ik kan een beetje renegade. Kan je ook niet? Ja, zie je, ze zeggen nog steeds ik kan het niet. En Zara heeft geprobeerd mij te leren, waarschijnlijk al 20 keer. Wat is het, gooi de 8? Dit wordt echt de meest cringy edit ooit. Nee, wacht, dit was het alweer. Oh ja, wacht, dit en dan dit. Nou ja, goed, hey, conclusie, weet je, ik bak er niks van. Nee. Ik ook niet, als ik er zo naar kijk, wat gebeurt hier allemaal? Nou goed, gelukkig heb ik hier 2 mensen achter me die wel weten wat ze doen. Dus Zara, ik wil nog een paar dingen vragen, kom je even hier staan? Wat maakt een TikTok dansje nou een TikTok dansje? Renegade! Ik was net al eventjes met Zara aan het oefenen. En wat ik vind dat Zara heel goed kan, is zij gooide gewoon in één keer zo helemaal die choreo eruit. Dus we moeten nu denk ik gewoon even goed gaan beginnen om er inderdaad wat pakkends van te maken. Maar waar Zara net mee kwam, was wel echt nice. Kun je mijn vraag nog beantwoorden? Dat zei ik, dat het lekker grijpend is, dat je het gewoon kan doen en dat je gewoon je er lekker bij voelt. Dat je gewoon, ja, gewoon jezelf kan zijn, dat je het gewoon een beetje kan veranderen, dat het een beetje, ja... Dit was bij Kinderen van Kinderen vroeger, dat was wel heel leuk. Precies! Alle kinderen zonder talent die dachten, oh dat kunnen wij ook, maar dat kon niet. Alleen mensen bij Kinderen voor Kinderen konden het. Ja, maar... Zara is zo iemand. Waarom kunnen sommige mensen wel dansen en sommige niet en ik niet? Nou, kijk, ik weet niet zo goed. Ik denk dat je het ook een beetje in je moet hebben, ritmegevoel. En jij hebt zeker weten wel ritmegevoel, want je hebt een hartstikke leuk nummer gemaakt. Dus ik denk dat je jezelf niet gek moet maken. Ik denk dat je gewoon wat meer op jezelf moet vertrouwen. Yes, we gaan het gewoon doen. Okay, renegade. We hadden het er net al over. Ja, we gaan nu naar een stukje luisteren waarop wij het dansje gaan maken. Ja, we gaan het nu bedenken en doorspoelen. We kunnen snel gaan. Jezus Christus, auto, een lastig gelijk. Auto. Oh, oké. Okay. Dus je pakt hem vanaf die kant en dan ga je zo. Kijk ons nu. En dan hadden we deze van de Renegade met jou. Zo, zo, zo. Nushin en Monica. Nee, dat was niet te wow. She says she wanna dance, but she don't know how to... Gooi hem in de lucht en vang hem. Monica. Nee, niet zo. En dan weer... Als je maar stil staat, kun je bevriezen. Jongens, jullie moeten komen. Jij kan ook snel gaan. Als je maar niet stil staat. Oké, we kunnen snel gaan. Kijk of je... Nee, ik dacht dat ik hetzelfde deed. Verdomme. Tja. Nog een keer? Ja. Altijd herres.
wanneer ik mijn broodje eet. Maar moet je er dan nog? Kunnen snel gaan als je maar niet. Thomas, arm hier, niet hier. Waar is hier de schakeling? Het zit toch niet hier? Je moet echt weggaan hier. Maar hoe? Je been draait zeg maar. Ja. Oh ja, dat is leuk. Het ziet echt goed uit als je het doet. Oké, thanks. Jij ook. Ik kan wel laten zijn, dus moet je echt. Nou jongens, we gaan hem doen. Ik heb er nog moeite mee, hè. Dus let vooral op deze twee dames. En dan gaan we zo uitleggen ook hoe die moet. Helemaal fan. Yes, foutloos. Zullen we nu hem vers hebben even op TikTok doen? Ja. We kunnen snel gaan. Kijk als nu op trending staan. Meer lijkt dan Anna van die Noesje en die Monica. Jij kan ook snel gaan als je maar niet stilstaat. Dit kan de laatste zijn, dus moet je er wel vol voor gaan. Lieve mensen, ik laat het even aan de professionals over. Die gaan nu uitleggen hoe het dansje moet. We beginnen met de allereerste move. We kunnen snel gaan. Oké, de dans begint. Je steekt je hand naar voren. Iemand zingt, Thomas, volgens mij. En op de woorden snel gaan, beweeg je je handen alsof je aan het schakelen bent. 5, 6, 7, 8. We kunnen snel gaan. Vervolgens zingt Thomas, kijk ons nou op trending staan. Je gaat namelijk kijken hoe je op trending staat. Dus je bent eerst snel gegaan en nu ga je kijken hoe we op trending staan. Vervolgens, dan doe je dit. Op trending staan. Vanaf het begin. We doen 5, 6, 7, 8 en na 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 na. Goed zo jongens, ik ben trots op jullie. Dat is een elektrische auto, dat klinkt net als een ruimteschip. Maar bij Anna. Anna. Het is tutte Anna. Meer lijkt dan Anna. Meer lijkt dan Anna. Meer lijkt dan Anna. Meer lijkt dan Anna. En dan vervolgens in die Nushin. Die Nushin op die Monica. Ik ga het nurien en dan kunnen jullie thuis mee oefenen. Na 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 na. We kunnen snel gaan. Kijk ons nou op trending staan. Meer lijkt dan Anna op die Nushin. In die Monica. Ja, vervolgens kan jij ook snel gaan. Dat maken we duidelijk door te wijzen op jij. Snel gaan. Dus eigenlijk hetzelfde wat je deed aan het begin, maar dan wijs je naar voren. En dan is vervolgens komt er als je maar niet stil staat. Dus je doet twee keer na, na. En dan pose, pose. Kom er even bij staan. We kunnen snel gaan. Kijk als nu op trending staan. Goed, nou, we komen aan bij het einde. Dan doen we. Dit kan de laatste zijn. Vervolgens heb je een momentje voor jezelf. Om even te plukken. Het is een beetje ghetto. Cool. Dus we hebben. Dit kan de laatste zijn. Dus moet je er maar snel voor gaan. Like girl, it's your time to throw it back. Aan het einde is er de ruimte om de throwback te doen. Dus moet je er maar vol voor gaan. En daarna heb je de ruimte om zelf te dansen. We gaan hem nu nog één keer op muziek doen. En dan wensen we jullie vervolgens heel veel succes. Gaan we even in de staan. Hoe verder ik weg ben, hoe beter het lijkt. We kunnen snel gaan. Kijk als nu op trending staan. Meer lijkt dan Anna van die Noesje en die Monica. Jij kan ook snel gaan als je maar niet stilstaat. Dit kan de laatste zijn, dus moet je er wel vol voor gaan. Hey, ik wil jullie heel erg bedanken. Ik ga nog oefenen thuis en ik hoop jij ook. Zoals ik eerder al zei, aan iedereen die hem doet, die de sound gebruikt, ga ik 2
JBL speakers weggeven. Ik ga niet aan iedereen weggeven. Je maakt kans, ik geef er twee weg. Onder iedereen die het doet. Ik wil even Zara bedanken. Yay! En Svi bedanken. Yay! Hun socials staan ook onder de video. Ga hem kapot streamen. Ga de clip 1000 keer delen. Kijken. Doe het TikTok dansje. En ik zie je op TikTok. Het kortom. Ja,